Het is gestopt met wat zachte regen. Inmiddels valt het toch met bakken uit de hemel. Maar ja, die natuur kan het echt wel gebruiken. Maar voor de plaatje wordt er niet minder mooi van. Wat we hier zien is een hele mooie, ja, open vlakte met heide. Met wat eikenbomen. Maar met name die hele mooie walletjes omhoog. En dat is zand wat ooit omhoog gestoven is. Nou, dat is vastgelegd door grassen, door mossen. En toen kon er heide groeien. Ja, en die heide, die moet open blijven. Want anders groeit die dicht met bomen. En daarvoor gebruiken we tegenwoordig heideschapen. Vroeger deden ze dat ook, maar hadden die schapen een andere functie. Ze gingen de hei op te eten, ze moesten poepen en werd het allemaal verzameld in de potstal. Inmiddels worden ze echt ingezet voor natuurbeheer, om te zorgen dat die heide niet dichtgroeit. Nou, je kunt het heel mooi zien, want die schaapjes kunnen eerst van achter naar mij toe komen lopen. En je ziet gewoon overal die kopjes naar beneden gaan, eten ze het gras ertussen uit, vaak pijpenstrootje. Maar ze schillen je ook die berkenbomen die hier staan. Allemaal jonge berkenboompjes die opkomen, omdat de grond wat opengewoeld is, waarschijnlijk door de zwijnen, hebben die berken kans gehad om hier weer te gaan groeien. Nou, en die schapen eten die ook op. Dus al met al krijg je hier een ontzettend mooi beeld. Ja, een bijna oud-Hollands plaatje.